Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend, 10 uur, zien we veel bewolking boven Nederland liggen, een paar opklaringen boven de Noordzee en boven de Britse eilanden ligt er opnieuw een bewolkingsgebied. Dat is een koufront en dat bestaat niet alleen uit bewolking, maar ook uit een aantal buien. Die buien die komen langzaam onze kant op. Vanochtend bleef het dus nog droog, vanmiddag ook nog op de meeste plaatsen. Pas aan het einde van de middag bereikte de eerste buien ons land en vanavond dan trekken ze over het hele land. De meeste buien over de noordelijke helft, ook in het zuiden enkele bui, maar Zeeland bijvoorbeeld houdt het grotendeels droog. De wind draait van zuidwest naar west en de aangevoerde lucht is niet al te koud, temperaturen vanavond een graad of 9. Ook in de nachtelijk uren vallen er nog een paar buien, maar het aantal buien neemt af en er komen weer wat meer opklaringen. Dan daalt het kwik naar zo'n 7 à 8 graden. Morgen overdag prima weer. In de ochtend misschien in het noorden of noordoosten nog een buitje, maar verder is het droog en vanuit het zuiden begint de zachte lucht het land binnen te stromen. Daardoor wordt het in het oosten van Brabant en in Limburg morgen zo'n 16, misschien 17 graden, in de groot deel van het binnenland 14 à 15 en alleen in het uiterste Noordwesten en op de Waddeneilanden ligt de temperatuur rond 12 graden. En die temperatuur die wat lager is aan zee, wordt vooral veroorzaakt door de stevige wind uit het westen tot zuidwesten. En dat is jammer dat die wind zo stevig waait. Want donderdag krijgen we namelijk schitterend weer. Maar ook dan gaat het samen met een stevige wind. Windkracht 4 tot 5, aan zee af en toe windkracht 6. De wind voert wel zeer zachte lucht aan. Daardoor wordt het in het zuidoosten en oosten maar liefst 20 graden. En in een groot deel van het land zijn de temperaturen aangenaam te noemen. Tegen de avond begint de bewolking toe te nemen. En in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend gaat het dan in een groot deel van het land regenen. Vrijdagmiddag trekt de regen langzaam weg, breekt misschien weer even de zon door. Temperaturen vrijdag 10 tot 13 graden, dus bijna 10 graden lager dan op donderdag. Zaterdag, en dat geldt trouwens ook voor zondag, is het wisselend bewolkt. Af en toe zon, ook een paar buien en dan temperaturen rond 10 tot 12 graden. En ook voor de langere termijn zien we dat de temperatuur niet veel bijzonders meer doet. Warm weer dus even op donderdag. Maar dat is echt de uitschieter. De rest van de periode ligt de middagtemperatuur meestal dicht tegen de 10 graden aan. In de nachten kruipt het quikleur wat dichter naar het vriespunt. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.